Hallo, dit is Randy en Jilles hier. Xander is inmiddels weg. We hebben een middagje stevig zitten geeken en nerden. We zijn met allerlei coole dingen aan de slag geweest. LED-bordjes, logic analyzers, oscilloscopen, noem allemaal maar op. Maar om de dag toch een beetje gepast af te sluiten, kijken we even terug in het verleden naar een film die ons allemaal erg bij is gebleven. Wargames. Ja. Wargames. En dan natuurlijk de geweldige computer, de Whopper. En de Whopper was de computer die de hele coole animatie had om te berekenen of dat er misschien ergens oorlog zou komen. En nu hadden we het LED-bord voor elkaar, daar hadden we wat random code op. En dat zag eruit als een Whopper. Ja, en als het eruit ziet als een Whopper, dan moet hij ook echt af. Dus, precies, dus hebben we er een wat displaytjes onder gemaakt om... om de code van om de launchcode van de missiles te krijgen. Dus we gaan even kijken of wij vanavond de aarde kunnen vernietigen. Nou, wel leuk, hè? Zullen we eens aan de gang slingeren? Ja. Ready when you are. Nou, ready. Daar komt ie. Zijn we klaar voor? Ja. Zij gaat nu de launchcode decoderen. Hopen dat het hem niet lukt. Oh nee, hij heeft het eerste cijfer al. Oeh, verschrikkelijk. Oh, de tweede. Nee, nee. Red mij, red mij. We gaan eraan. Ja, is hopeloos nou. Ja, nee. Het is geen beginnen meer aan. Dus ik hoop dat je genoeg soep hebt ingeslagen en blikvoer. En, snel je atoomkeel erin, want ja. In ieder geval is dit ons meest nutteloze project tot nu toe. Ja. Dus ook het leukste. Tuurlijk. En, we hebben nog een paar seconden te leven, zie ik. In de film liep het ook zo af, alleen ging het daarna goed. Ja, potje tic-tac-toe tegen elkaar. Ja, dus het wordt nou heel erg tijd voor potje tic-tac-toe. Ja. Nou, zoals je ziet, we zijn eraan. Ja. Dus dan ga je even laten. De groeten. Doeg.